Oké. Het is vandaag vrijdag 3 maart en het is tijd om een stukje video op te nemen waar ik al weken geen zin in heb. Ik zie er echt tegen op. Ik heb geen zin, maar ik dacht, nu moet het maar. Mensen vragen waarom is het zo moeilijk, waarom heb je geen zin. En het is gewoon, het is zeg maar een soort van een periode die je wil afsluiten en achter wil laten. En daarom had ik eigenlijk dit al eerder moeten filmen, want dan had ik het al eerder achter me kunnen laten. Maar ik was zo moe na die hele periode. Dan heb ik allemaal gevlogd natuurlijk en ook vanwege mijn oma en gewoon... Ik kon het gewoon niet opnemen, ook omdat ik moet nadenken hoe ik het moet zeggen. En dat is niet hoe ik ben. Als je me kent, dan weet je dat dat niet is hoe ik ben. Ik ben juist altijd lekker van het ratelen. En natuurlijk kan je het daarna bewerken en eruit knippen als je het toch niet wil gebruiken. Maar ik heb gewoon elke avond in bed zitten denken, hoe ga ik dit zeggen? Nou, waarom is dat zo moeilijk? Omdat ik ten eerste maar niet negatief mag uitlaten überhaupt. Want we hebben natuurlijk contact getekend en dat staat erin. En de tweede, maar niet negatief, wil uitlaten. Want dat is helemaal niet wat ik wil en ook helemaal niet leuk. Een van de redenen waarom ik weg ben gegaan is juist omdat de vriendschappelijke banden zo belangrijk zijn. Mel en ik waren geen vriendinnen in eerste instantie, maar we hebben het echt wel heel leuk gehad met elkaar. En zijn elkaar veel beter leren kennen en zijn ook wel nader tot elkaar gekomen. En de dochter van mijn vriend is weer de beste vriendin van haar dochter. Mijn vriend is weer een van de beste vrienden van... haar, maar ook van haar man. Dus we zijn allemaal heel erg aan elkaar verbonden. Daarom wil je elkaar geen pijn doen. En daarom vind ik het ook, wil ik jullie echt vragen om alsjeblieft geen lullige reacties te plaatsen. Want daar help je mij niet mee en daar help je Mel ook niet mee. Op Instagram heb ik heel veel reacties verwijderd. En daar kreeg ik best wel kritiek op van waarom doe je dat? Dat was juist lief voor jou. Maar je helpt mij er echt niet mee. Want ik heb dan uiteindelijk natuurlijk dat Mel allemaal reacties krijgt die heel naar zijn. Het is mijn YouTube kanaal, mijn Instagram. Zij kiest er niet voor om op socials te zitten. Niet op mijn socials in ieder geval. Dus je helpt ons er allebei niet mee door lullig over haar te praten. Dus ik wil je ook alsjeblieft vragen om dat hier niet te doen. En waarom ik het nog meer moeilijk vind is omdat ik wel de waarheid wil vertellen. En natuurlijk is het niet rooskleurig. En natuurlijk is het allemaal niet heel erg leuk gelopen. Maar dat is logisch. Dus ik moet heel goed nadenken van hoe kan ik jullie enerzijds wel vertellen hoe het echt is gegaan. En anderzijds... niet negatief praten. Dus ik heb erover nagedacht, maar ik heb helemaal niks opgeschreven of zo. Ik ga nu gewoon aan de hand van de vragen het beantwoorden. Maar misschien moet ik eigenlijk wel een aparte video hiervoor maken in plaats van het in de vlog te doen. Want het gaat waarschijnlijk heel lang duren. En ik heb nog 2 minuten geheugenkaart. Super slim. Ik heb wat vragen gescreenshot. De eerste post op Instagram was natuurlijk verwijderd. Dus daardoor ben ik al die vragen kwijt. Dus ik moet het doen met de vragen onder de vlog en onder de nieuwe post. Nou, iemand vroeg dus, waarom ben je zo voorzichtig met wat je wel en niet deelt? Waarom krijgen we zo weinig info en doe je dit normaal juist wel? Ben je altijd zo open? Komt het door de juridische afwikkeling? En nou, eigenlijk alles wat zij zegt heb ik net wel beantwoord. Dus ja, om die reden. Dus, en omdat je een contract tekent, maar ook omdat je mens bent. En geen zin hebt om iemand om heel negatief over iemand te praten. Al helemaal als jij de enige bent die zo'n kanaal heeft waarbij ik mijn verhaal kan communiceren. Weet je wel, dat is gewoon niet fair. Ik vind het echt... Ik vind het zo moeilijk om zo'n video te maken waarin ik moet nadenken. Ik ga gewoon zigzag door de vragen heen hoor. Dus het is niet echt in verband. Ga je terug het onderwijs in? Ga je me richten op YouTube met vloggen? Ja, ik richt me nu veel meer op YouTube. Onderwijs, geen idee. Ik vind alles aan het onderwijs eigenlijk leuk. Het enige wat ik niet heel leuk vind is lesgeven. Het lesgeven zelf. Dat komt ook een beetje omdat ik 4 jaar lang heb gewerkt op een school waar alles heel erg vernieuwd is met tablets en zo. Dat sprak me niet zo aan. Maar ik vind oudergesprekken leuk. Ik vind verslaglegging leuk. Van, oh, jullie zitten waarschijnlijk te denken, dit wil ik niet horen. Ik wil de juice. Maar alles vind ik letterlijk leuk aan het onderwijs. Alleen het lesgeven niet zo. Dus ik stel wel intern begeleider, ambulant begeleider, remedial teaching, kindercoaching. Allemaal dat soort dingen lijken me wel leuk. Maar ja, ik vind heel veel leuk. En of ik nu meteen weer een nieuwe horecazaak wil beginnen. Nee, dat heb ik nu niet die passie. Dat is ook gewoon eventjes natuurlijk niet een hele leuke herinnering nu per se eraan of zo. Dus nou ja, daar kom ik nog wel op terug. Nee, ik weet oprecht niet wat ik ga doen. Want als ik het weet, zouden jullie het ook weten. Dus ja, YouTube vind ik echt heel leuk. Het is alleen jammer, want bijvoorbeeld samenwerking of zo heb ik eigenlijk nooit. Omdat ik gewoon nooit consequent ben geweest. Dus op die manier kan je er ook niet echt je vaste baan van maken. Ben je blij nu je haar weer vaker kan zien? Ja. Oh ja, nu is mijn geheugen vol. Ze stelt wel goede vragen. Ik pak ook veel vragen eruit van mensen waarvan ik weet dat ze vaak commenten. En niet op juice per se uit zijn, maar echt trouwe kijkers zijn. Dat vind ik gewoon ook belangrijk. Om jullie, ja, ik voel me gewoon ook verplicht om het aan jullie te vertellen hoe het zit. Dat vind ik ook heel normaal. En ik wil dat het liefst ook. Dat is gewoon hoe ik ben. Oké, even geheugenkaart checken. Oké, 1 kwartier later zijn we weer. Oh ja.
Ja, ik ben dus wel heel blij dat... Alles gaat nu door elkaar heen in dit verhaal. Maar kijk, ik doe het even aan de hand van de vraag, want dat vind ik prettig. Heel blij dat ik daar nu weer meer thuis ben. Ik ga toch nu door op mijn vragen, want ik weet dat hij er ook was. Er zijn mensen... Iemand zei tegen mij dat er een soort roddel door Zoetermeer gaat, dat het horecawerk te zwaar voor mij was en zo. Dat is dus sowieso niet het geval. Het enige wat ik er zwaar aan vond, is dat je dus... Nou ja, de bruiloft, de Vegas team bruiloft van familie van mijn vriend hebt gemist bijvoorbeeld. Of dat je... De enige vrijdag die ik heb gehad toen was mijn oma's verjaardag. Nou, je moest gewoon heel veel belangrijke dingen missen. En dat is wel... Dat vindt Mel bijvoorbeeld veel minder lastig dan ik. Dat vond ik wel lastig. Ik stond er heel erg in van oké, dat is een jaar lang zo. En daarna, mijn doel was gewoon met personeel gaan werken. Dat je de eigenaar bent, maar dat je steeds minder zelf aanwezig bent in de zaak. En dat is een beetje hoe ik erin stond. En echt het horecaleven als in... Zelf fulltime draaien, ook je vrije dagen beschikbaar stellen voor feestjes. Dat is niet hoe ik het wil. Want ik ben gewoon heel erg gehecht ook aan familie, vrienden, als ik ze niet vaak. Ik wil gewoon bij belangrijke momenten kunnen zijn. En ook met de dochter van mijn vriend, weet je wel, heb ik ook gewoon best wel veel momenten moeten missen. En dat vind ik wel zwaar aan de horeca. Ik kan heel goed de knop omzetten, maar nu ik het wel weer heb, besef ik me wel van wow. Zei ik laatst ook tegen haar van ik ben echt heel blij dat ik er weer zoveel... kan zijn, zeg maar. Want je hebt natuurlijk hele andere uren. En het grappige is dat ik die uren zelf wel lekker vind. Ik ben echt een avondmens. Ik vond het heerlijk om 's avonds te werken en lekker een lange ochtend voor jezelf te hebben. Maar je mist heel veel van het familie-gezinsleven. En dat is wel heel erg ook hoe ik ben. Het werk zelf vond ik niet zwaar. Ik vind het werk als leerkracht eigenlijk veel zwaarder. Ik moet zeggen dat de zwaarste periodes het leukst vond. Dus de zomer waarin we keihard moesten knallen, vond ik echt heerlijk. Het gaf je zoveel energie. Het enige wat ik toen minder leuk vond op een gegeven moment was dat ik me echt een kok voelde. En dat wilde ik niet. Want toen was het zo druk in de zomer, dan moest ik 6 borrelplanken tegelijk maken. En dat de hele dag door, wat natuurlijk te gek is. Maar dat vond ik niet leuk. Want ik wilde ook bediening zijn en ook praatjes kunnen maken. Toen stond ik volledig in de keuken. Maar nee, de drukke periodes vond ik juist wel leuk. Wat ik ook wel zwaar vond, is de rustige periodes. En omdat de laatste maanden gewoon minder lekker liep, had ik ook minder energie en minder zin om op rustige momenten gebruik van die tijd te maken om nuttige dingen te doen voor de zaak. Als in opruimen of nieuwe ideeën bedenken. Weet je, op een gegeven moment... Als het even niet meer zo lekker gaat, dan gaat je passie ook een beetje minder worden. Maar ja, dan zit je daar met z'n tweeën op 35 vierkante meter. Een volledige werkdag met z'n tweeën te benutten van 10, 12 uur lang. Terwijl er soms helemaal niemand kwam. En dat vind ik dan weer wel moeilijk. Dus ik had dan ook op een gegeven moment iets van, nou dan ga ik mijn boodschap en inkoop op die momenten doen. Want ik voelde zo zinloos om daar met z'n tweeën te zitten. Ja, dat is natuurlijk ook wat je hebt als je in een kledingzaak werkt of zo. Maar als je dan dus inderdaad in een kleine ruimte met z'n tweeën zit, dan is dat wel... minder chill of zo. Dan voelt het een beetje nutteloos. Maar het horecawerk zelf vind ik juist heel erg leuk. En heb ik ook als leuker ervaren dan ik had verwacht. Ik had er heel veel plezier in. Ik was echt oprecht heel gelukkig. Ik kwam elke avond thuis met verhalen en ik was helemaal blij. Alleen, op een gegeven moment werkt die passie dus minder. Maar ik zal er ook straks op ingaan. Waarom dat zo was. Vond je 35 te hard werken voor weinig inkomsten? Nee. Ik wist dat we juist heel weinig salaris zouden krijgen. Dus daar heb ik eigenlijk helemaal geen problemen mee gehad. En wat ik zeg, op een gegeven moment heb ik zelfs gedachten gehad van oké, ik ga 1 dag in de week toch weer infowerk doen om inkomsten binnen te halen. En dan die dag zetten we goedkoper personeel in. En dat zag ik echt als manier om je bedrijf te laten groeien. Of ik ga meerdere dagen vrijnemen en nog andere dingen ernaast doen. En dan is personeel in dienst nemen. Maar als je met z'n tweeën baas bent, vond ik het niet chill als dat scheef gaat lopen. Weet je? Want dan is de ene heel veel in de zaak. En de ander gaat ook andere dingen doen. En dan komt personeel voor jou in de plaats. En dan loopt het niet helemaal lekker. Dus... daarin keken we ook anders naar... Hey, ik zie die vriendin van Nicole lopen. Daarin keken we ook een beetje anders naar hoe we het voor ons zagen. Ik wilde eigenlijk gaan uitbreiden met mensen in dienst nemen. En daarin stonden we er ook gewoon heel anders in. Wat is de reden dat je mee bent gestopt, dat jullie wegen scheiden? Nou ja, heel veel mensen hebben dit natuurlijk gevraagd. De reden dat ik gestopt ben, is omdat de samenwerking gewoon niet lekker liep. Ik kan wel zeggen dat ik voor het eerst in mijn leven misschien... het ermee eens ben dat ik iets impulsief iets ben aangegaan. En daarin kan ik ook wel voor Mel spreken. Dat was gewoon voor ons allebei. We kenden elkaar niet heel erg goed. We waren super enthousiast. En ik ging het natuurlijk in mijn eentje doen. Ik ben heel erg eindzoekender daarin. Ik hou ervan om in mijn eentje dingen te doen. Maar ik dacht, het is eigenlijk wel heel leuk en chill om zo'n grote verantwoordelijkheid met z'n tweeën te hebben. En samen alles te kunnen delen. Maar we kennen elkaar niet goed. En ik dacht eerst... En wat ik zeg, ik wil niet voor Mel spreken. Maar ik weet bijna zeker hierin zonder gewoon hetzelfde in... Dat we gewoon hadden gedacht dat het anders zou gaan lopen. Dat het gewoon chill was dat we anders waren. En dat dat elkaar zou versterken. En dat is ook echt wel vaak zo geweest.
Maar op een gegeven moment als je heel verschillend bent, dan gaat het gewoon botsen. Het is niet eens zozeer botsen, maar het begint dan eigenlijk met... Nou, ik ben super enthousiast over een idee en Mel vindt dat eigenlijk helemaal niks. En dat is voor mij niet leuk, maar voor haar ook niet. Want dan moet je steeds tegen iemand zeggen dat je het niks vindt. Nou, andersom is dat dan eigenlijk ook zo. Als je heel anders bent, vind je elkaars ideeën eigenlijk ook niet leuk. En je staat anders in financiële stappen die je moet maken. Of gewoon, eigenlijk sta je in alles anders. En op die manier wordt plezier steeds minder. En toen we de samenwerking aangingen, toen hebben we hele goede gesprekken gehad wel. Alleen te kort. Nou, toen was de afspraak ook van, oké, mocht het qua samenwerking niet lukken, dan mag Charlotte het voortzetten. Want dit was jouw idee. Hebben we het die hele avond over gehad. Hebben we daar nog op de app besproken. En had ik ook heel duidelijk aangegeven van hoe ik ben, weet je wel. Dat ik super creatief ben en eigenlijk heel belangrijk vind om creatieve vrijheid te hebben. En op zo'n moment kan je daar heel makkelijk zeggen van, oh ja, tuurlijk, geen probleem. Maar pas als je echt met elkaar gaat werken, ontdek je van, ja, oei, dat werkt eigenlijk toch niet heel goed. Iemand comment ook van, het lijkt me best lastig om met Charlotte te werken. Nou, dat snap ik heel goed. Want ik ben natuurlijk best wel dit, weet je wel. Dus dat is ook lastig. Ja, en uiteindelijk, ook wat ook stom is van ons, is dat we dus een contract hebben getekend die heel basic was. Dus daarin hebben we niet laten opstellen van, Charlotte heeft het borrelplanconcept bedacht en de naam. En Charlotte mag het voortzetten. Maar ook niet van, Mel heeft al die maanden met vrienden geklust. We hebben daar al die dingen niet in opgenomen. Dus dat was eigenlijk allemaal alleen mondeling afgesproken. En we merkten eigenlijk al best wel snel dat het gewoon botste. En we waren het er gewoon samen eigenlijk best wel op een goede manier over eens van, weet je, eigenlijk werkt het niet. Maar er nu uitstappen is niet slim, want het bedrijf is nu niks waard omdat we net begonnen. Maar het liep heel goed. Als je naar zo'n start-up zaak gaat bijvoorbeeld of zo, die een start-up zullen overnemen, was het ook echt wel wat waard geweest. Maar we wilden het bedrijf niet in zich heel verkopen, want we wilden het allebei voortzetten. En op een gegeven moment had ik vooral echt iets van, ja, het plezier gaat zo erg weg op deze manier. Zijn dan dingen gebeurd waar ik niet op inga, maar waardoor ik zelf gewoon mezelf een beetje verloor en echt wel... mijn vrolijkheid verloor en gewoon echt heel erg ongelukkig ben geweest. En daar kan ik dus niet te veel op ingaan. Maar ik voelde me echt niet meer fijn. En ik dacht, ja, we wilden allebei niet weg. Dat is in ieder geval een feit. En uiteindelijk kan je dan zeggen, oké, dan gaan we door. En dan gaan we kijken hoe we het kunnen oplossen. Maar voor mij werkte dat niet meer. Dus daar zijn trouwens ook mensen die zeiden van, je hebt mij onder de steek gelaten. Zeker niet. We wilden allebei heel graag de zaak voortzetten. Maar ik heb uiteindelijk gezegd, weet je, oké, dan ga ik maar... Dan wil ik wel mijn volledige geld terug. Eerst had ik nog iets van, oké, moeten we gaan onderhandelen. Want je laat je concept wel bij iemand achter. En mijn gedachte was op een gegeven moment ook, ik voel me ook niet goed als ik het in mijn eentje voortzet. Want Mel heeft hier maandenlang geklust. En dat kan je niet ergens anders naartoe meenemen. En ik heb natuurlijk al die maanden aan het concept gewerkt. En dat kan je wel ergens anders naartoe meenemen. Dus dat was heel erg mijn gedachte van, oké, ik zou ook weg kunnen gaan. En dan mijn concept kunnen meenemen bijvoorbeeld. Maar dat heeft gewoon maandenlang geduurd voordat we daar een beetje uit waren. En op een gegeven moment was het voor mij van, ik wil dat het niet meer dan te lang duurt. Dus als we hier uitkomen wil ik wel gewoon in januari weg. Want anders blijf je hangen in iets waarvan je weet dat je toch al weggaat. En dan wil ik mijn volledige inleg terug. Dus die krijg ik ook terug. Daar is ook veel naar gevraagd. Verspreid over een aantal maanden. Dus dat is heel fijn. Ja, ik vind het niet waard om nog 2 jaar samen verder te gaan. Terwijl je eigenlijk allebei veel minder plezier erin hebt. We hadden helemaal geen ruzie. Eigenlijk, het is natuurlijk, er zijn wel eens dingetjes gebeurd, maar dat is heel normaal. Maar we hadden gewoon, het botste gewoon steeds meer en het plezier ging weg. Dus ja, ik ben iemand die dan niet kan blijven. Dus vandaar heb ik dan mijn droom zeg maar achtergelaten. We moesten er samen uitkomen wie er wegging, omdat we dat dus niet officieel hebben laten opstellen. En dat is ook weer een wijze les. Er zit enorm veel van jouw creativiteit en enthousiasme in het bedrijf. Zou je niet meer daarmee willen doen? Concepten bedenken, uitwerken. Ja, vind ik heel leuk dingen bedenken. Maar het komt altijd bij mij uit het niets. Zoals nu heb ik helemaal geen ideeën. Dus weet ik niet precies. Heel veel, waarom gaat Melanie door en jij niet? Want ik had het idee dat zij bij jou erin was gestapt. En het jouw idee was. Nou, dat heb ik ook al een beetje beantwoord. Hebben jullie ruzie en op contact? Waarom hebben jullie elkaar ontvolgd op Instagram? Ik was op een gegeven moment, zag ik ontvolgd op Instagram. En toen had ik iets van... Ik ontvolg ook, want eigenlijk vind ik dat wel heel slim. En ik denk ook dat dat de reden is dat ik ontvolgd ben. Op een gegeven moment als je iets afsluit, is het heel chill. Heb ik ook met Ruben gehad. Ruben en ik hebben helemaal geen ruzie, mijn ex. Kunnen nog goed met elkaar vinden. Echt niks aan de hand. Maar hij heeft mij toen ook op een gegeven moment ontvolgd. Want je wil gewoon verder met je leven. En als je de hele tijd beelden blijft zien, zij van mij, ik van haar, dan kan je niet door. Dus dat is ook de reden dat ik ontvolgd heb. Dat ik denk, oké. Chill. En natuurlijk ben je nog nieuwsgierig en kijk je af en toe. Maar ik dacht, ja, dan zie je niet meer het continu voorbij poppen. En dan merk ik ook, geeft dat gewoon rust. En kan je gewoon veel verder door met je
beter door met je eigen leven. Dat iemand er vandoor gaat met hetgeen waar jij net hard aan gewerkt hebt. Maar ja, dat was dus in beide gevallen zo geweest. Weet je, je kan ook afspraken hebben gemaakt aan het begin van jij mag door, maar uiteindelijk, maanden later, heb je toch er samen knijterhard voor gewerkt. Dus ik had het ook rot gevonden als ik daar was gebleven. Maar ja, dat is wel waarom het ook lang heeft geduurd, wat ik zo moeilijk vond. Ik denk, wauw, dat borrelconcept is echt vanuit huis met liefde bedacht. En dat laat je achter en dat is wel moeilijk. En mijn grote droom, bla bla, daar is ook heel veel over gezegd. Dat valt allemaal wel mee. Ik vind heel veel dingen leuk. Ik heb heel veel dromen. En ik moet wel zeggen, voor Mel was het echt haar enige droom. Zij heeft ook minder moeite met dat privéleven achterlaten. En voor haar was het echt alles of niets. En ik heb ook meerdere dingen die ik nog wel zou willen doen. Dus dat is ook een afweging waardoor ik uiteindelijk dacht, oké, of je gaat het nu samen aanvechten, of je komt er nu samen uit. En toen dacht ik ook van, oké, weet je, als ik mijn geld terug heb, ben ik weer gelukkig. Kan ik weer door met mijn leven? Hoef ik niet meer ongelukkig op het werkvloer te staan? En ja, hoop ik gewoon dat zij met heel veel liefde dat concept voortzet. En wat ik nu zie, gaat dat supergoed. Ja, moet je dat maar gewoon accepteren en loslaten. En heel veel wijze lessen voor de toekomst. En heel fijn dat je gewoon je geld terug hebt. Als ik dat niet had gehad, had het, was ik ook niet weggegaan. Want dat had ik dan wel heel moeilijk gevonden. Maar ja. En dan als laatste, volgens mij heb ik alles wel beantwoord. Nog vragen van wie gaat nu de borrelplanken maken en zo. Maar volgens mij is dat gewoon vrienden en familie van Mel. Die ook ons, toen ik er nog werkte, ook wel hebben geholpen. En ik heb een heel boek achtergelaten en alle recepten en alles gedeeld. En ik zie dat ze ook helemaal de eigen touch eraan aan het geven zijn. Dus volgens mij komt dat helemaal goed. Op dit moment ben ik helemaal blij en tevreden. En het is echt een rotperiode geweest. Dat ik zeg, ik kan heus niet alles helemaal delen. Maar ik heb het zo goed mogelijk geprobeerd te vertellen dat het een beetje een duidelijk beeld geeft. Het was echt verschrikkelijk. Maar ik ben blij dat ik die knop heb doorgehakt. En ook dat was verschrikkelijk. We hebben maandenlang met elkaar moeten mailen en overleggen en eruit moeten komen. Maar we zijn eruit gekomen. Mel is helemaal blij met wat ze daar heeft. Haar droom kan doorgaan en ik ga gewoon weer op zoek naar een nieuwe droom. En ik ben echt oké met de beslissing en er komt wel weer iets op mijn pad in mijn hoofd. Dus alsjeblieft geen negatieve comments, daar hebben we echt allebei niks aan. En weet dat ik nu helemaal goed ben, het gaat steeds beter met me. Ik krijg mijn energie en mijn vrolijkheid steeds weer terug. Dus hopelijk heb ik al jullie vragen beantwoord. En zo ja, dan hoop ik dat dit ook gewoon lekker het laatste was wat ik over heb gezegd. En dat we nu weer lekker vooruit kunnen kijken. Oké, bye.